Het ministerie van Economische Zaken, EZ, en het Surinaamse Standaardenbureau, SSB, hebben een training over EU-etiketterings- en verpakkingsvereisten voor Cariforum-exporteurs afgewerkt. Na de training ontvingen 22 deelnemers een certificaat. Minister Kuldeep Singh wees op het belang van ondernemerschap en export en naleving van exportregels, terwijl ze samenwerking tussen ondernemers aanmoedigde. Suriname en Curaçao hebben op 4 april een technisch akkoord bereikt over een belastingverdrag om dubbele belasting te voorkomen. Het akkoord werd in Paramaribo ondertekend door de directeur van de Belastingdienst van Suriname en een vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën van Curaçao. Dit verdrag zal de fiscale samenwerking verbeteren en dubbele belastingen verminderen, wat de economische activiteit en welvaart in beide landen zal stimuleren. Indrawati Ramizar is benoemd tot de nieuwe ambassadeur, de nieuwe Surinaamse ambassadeur bij de Argentijnse regering met residentie in Paramaribo. President Santokki beëdigde haar op 4 april 2024. Ramizar zal zich inzetten voor verdieping van de bilaterale relatie tussen Suriname en Argentinië met een nadruk op handel en investeringen. Hoewel er momenteel geen Surinaamse ambassade in Argentinië is, zal ze werken aan bevordering van samenwerking op afstand. De president benadrukt het belang van regionale partnerschappen en ziet Argentinië als een cruciale partner in de ontwikkeling van Latijns-Amerika.